Het gezicht van Saturada tot nu toe, Henk Kuipers, verlaat niet in zijn eentje de club. Hij neemt maar liefst 100 leden mee. Deze leden verlaten de club in bad standing, en dat is vaak slecht nieuws. Het is dan ook de vraag: hoe de leiding van Saturada hierop zal reageren? Henk Kuipers, om maar meteen met de deur in huis te vallen, waarom verlaat u Saturada? Uh, ja, er zijn meningsverschillen om aansturen van de club. Meer niet. Meningsverschillen. Ja, Van aansturen van de club. En uh, ja, er wordt op een manier leiding gegeven waarvan ik zeg van maar ja, dat past niet, klaar. Ja. Het heeft niks te maken met alle onderzoeken die lopen naar criminele activiteiten binnen de club? Nee, maar dat zou te last zijn of wat dan ook om weg te gaan. Daar dat, dat gaat het helemaal niet om. Ik bedoel, want dat vind ik helemaal niet belangrijk. Dat vind ik, dat vind ik plan drie. Daar dat gaat nergens over. Dat vind ik nog steeds ondergeschikt belang Van hoe je moet voelen in de club. Je gaat erom dat je je gevoel moet volgen, meer niet. Maar we hebben het er eerder over gehad. U kunt toch niet volhouden dat... Het allemaal incidenten zijn, dat daar geen criminele organisatie is. Nee, maar dat zou je van elke club kunnen zeggen. We worden allemaal onder de loep genomen, welke club het ook is, de mijne is uit. Ik heb daarover, vind ik, allemaal flauwkul. Daar gaat het helemaal niet om. Gaat het gaat om leiding geven in de motorwereld. Hoe je vindt dat een club moet functioneren. En daar gaat het om. Meer niet. U verlaat de club in good standing, zoals dat zo mooi heet. Dus u hoeft zich geen zorgen te maken. Maakt u zich ook geen zorgen? Ik ben heel eerlijk, ik maak me nooit geen zorgen om mezelf. Maakt u zich ook geen zorgen om de jongens, ongeveer 100 wordt gezegd, die u meeneemt? Want die verlaten de club wel in badstanding. Ook daar maak ik me geen zorgen om, nee, serieus. De jongens zelf ook niet? Nee, anders waren ze hier niet geweest, natuurlijk. Dan niet. Maar ik kan me zo voorstellen dat dit wel hard aankomt binnen de motorwereld in Nederland. Ja, dat kan, maar dat, ja, we hebben het eerst, kijken, daar sturen mensen zelf naartoe. En als mensen zelf naartoe sturen, ja, dan moet je zo'n voor jezelf kiezen. En dan moet je voor je eigen ding doen. En dan, ja, dan moet je niet meer druk maken over wat de consequenties ook zijn, vind ik anders. Maar ik kan me zo voorstellen dat ze op zo'n zachts gezicht niet blij zijn met deze actie. Nee, dat kan. Maar ja, het eerst. kijk, nogmaals. Uh, ik ben een man. Ik ga mijn gevoel af en ik laat me, mijn gevoel, mijn ding uh, leiden. En uh, ik durf te zeggen dat ik recht door zee ben geweest. Daar naartoe. En uh, wat men er ook van vindt, dat is hun, uh, hun ding. Ik heb naar eerder geweten, een vier aan de kar getrokken. Dus voor dat bedrijf, maar, maar dat je zoveel van een ander vindt. Ik weet dat ze bij de politie inmiddels wel een beetje zenuwachtig zijn. Die houden de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten. ze dat mooi blijven doen, dat voel ik wel wel goed. Wat gaat u doen? Uh, andere club? Nou ja, zie je we zijn overgestapt naar Noosa Render. Dus, uh, en uh, daar horen we nou, zijn we nu deel van. En, uh, die mensen ken ik goed van vroeger, dus ook extra door daar de leden. Dus ja, uh, voor mij is het gewoon hetzelfde als, uh, als thuiskomen weer.